Mijn naam is Romana Schuring. Ik doe aan trampolinespringen en ik studeer Human Resource Management aan de Hogeschool in Holland, Haarlem. Hey, goed dat je er bent. Hi. Ik ben gaan trampolinespringen omdat ik met twee klasgenootjes uit groep 8 mee ben geweest. Ik had natuurlijk geturnd, dus het leek me heel leuk om dat te doen. En ben ik een paar keer mee geweest, vond ik erg leuk. Dus toen mocht ik van mijn moeder een trampoline springen als ik het één keer in de week zou doen. Toen werd ik al gauw gevraagd voor de selectie. En het tweede jaar ging het al wat beter en toen ben ik zelfs gekwalificeerd voor de jeugd WK. En ja, natuurlijk wil ik wel naar de Olympische Spelen, maar 2016 is nog te vroeg voor mij. Dus 2020 zou mijn jaar moeten worden. Ik zit nu in mijn eerste jaar van de opleiding Human Resource Management. De opleiding vind ik heel erg leuk. Ik heb een hele leuke klas. We werken veel samen. Als ik weg ben voor wedstrijden of trainingen, dan schrijven hun voor mij de dingen op die ik dan later kan overschrijven. Dus dat is wel een hele grote hulp. Ja, de opleiding gaat erg goed. De docenten zijn ook heel leuk. Ze zijn heel enthousiast over hun vak. En als ik weg ben, dan... dan helpt ze mij ook daarbij en vind het altijd goed als ik weg ben. En de lessen staan altijd op Blackboard, dus dat kan ik altijd weer terugvinden. Over 5 jaar denk ik dat ik nog door wil studeren. Ik wil eigenlijk misschien rechten gaan studeren, want dat leek me heel interessant. Dus ik vind het wel heel leuk dat het ook bij deze opleiding zit, want het, dat trekt mijn aandacht wel. Oh, my God.